Vandaag ben ik in Maassluis. Is prachtig. Laat me testen. Nice. Maar eindelijk gelukt, mensen. Oh my god. Lekker vintage. Ik dacht dat het leuk kon zijn, maar dit is toch echt een failure. Hoi, wat superleuk je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik in Maassluis. Ik ben volgens mij nog maar één keer in mijn leven in Maassluis geweest. En vandaag gaan we naar Rataplan. En het is hierachter. Ik ben heel erg benieuwd. Het had volgens mij 3,8. Ja, 3,8 ster van de 5. En het ziet er echt heel goed uit. Dus ik ben echt super benieuwd. Sowieso vind ik Rataplan altijd heel erg leuk. Ik heb niet per se iets nodig. Maar als ik iets zie, dan kijk ik altijd natuurlijk wel eventjes. Ik weet ook niet of mama iets nodig heeft. Mama is alvast naar binnen. Want hij dacht, ze gaan weer een winter opnemen. Dus let's go. Ik heb even nog wel een mandje gepakt. Het is best wel gek, want het is zeg maar in de lengte, deze kringloop. Dus zeg maar, het loopt heel tot daardoor. En hierboven is kleding. Ik zei tegen mama toen we binnenkwamen van, het ruikt echt naar peuterspeelzaal. En ik weet niet waarom. Oeh, stoeltjes. Oeh. Ja, ze hebben wel veel. Pretty. Zo mooi. Dit zou best wel mooi zijn op mijn ladekast. Hij is wel een beetje kapot. Mam en ik hebben wel een beetje rondgekeken. Hij is echt best wel prijzig voor een kringloop. Kijk, 95. Dit valt dan nog wel mee. Oh. Kijk hoe cute. Dit is 3,95. Leg hem maar snel weer terug. Oh, wat is dit? Pretty. Er staat geen prijs op. Het is een hele set. Hoe retro. Deze vind ik echt prachtig. Look at them. Ik ga suk. Oh my god, dit is echt iets wat ik vroeger had. Dit is prachtig. Het is eigenlijk om je ijs of zo in te doen, maar voor sieraden. Oh my god, I love it. Dit is echt perfect pas in mijn badkamer. Deze gaat mee. Mama vond net dit. Het is wel echt heel handig. Dus om je plant op te zetten, dan kan je zo rollen. Wat is dit, mama? Waar ben ik beland? Mijn god. Oh, dit is wel echt heel leuk voor je thee. Mam, hoe leuk. Where are you? Where are you? Gewoon 50 cent per stuk, maar ik vind ze wel echt heel erg leuk. Zo grappig altijd die blikken van vroeger. Oh my god, Paddington. Ik vind deze ook best wel cool. 1,25, wel grappig. Maar deze zijn echt wel prachtig. Dit is op zich wel waard, hè? 1,50. Yeah. I like it. Deze zijn ook heel mooi. Ik ga er twee van deze nemen. Rode wijn. Witte wijn. Hé, wat zijn dat? 50 cent. Oh, die zijn heel cute. Zijn er maar 3. Dat vind ik dan echt weer jammer, dat het er maar 3 zijn. Ik zie dus net deze supermooie bureaustoel. Echt heel nice. Het is zeg maar heel minimalistisch. Maar toch even dat roodtan effectje. En wel neutrale kleur. Nou, is wel heel vies. Maar kijk, hè. Zo doen we daar. Hij is dus 20 euro. Ik heb nu natuurlijk mijn massagetafelkrukje. En die zit echt heel lekker hoor. Maar ik merk toch wel als ik heel lang aan het editen ben. Dat ik wel behoefte heb aan een rugleuning. Laat me testen. Zoveel beet van mijn rug. Oh ja, dat past. Dat is wel nice. Oh ja. Ik ging net even kijken op IKEA. Ik wilde eerst deze stoel. Maar dit is natuurlijk wel veel meer werkstoel dan deze. En deze is 80. Het enige nadeel is dat, zeg maar, hier is een soort van bobbel en dat zit niet lekker. Dus je moet echt een kussentje hebben. Maar dat is op zich wel makkelijk te vinden. Ik vind deze wel echt super mooi. Nou, we zijn even bij de kleding gaan kijken.
En ik zie dat er korting is. Dus hé, feest. Hier zijn allemaal spijkerjasjes en zo. Dit skip ik dan weer gelijk, want het is echt helemaal niet meer kleur. Oeh. Dit is echt een mooi blazer. Print. Ik stond net even bij de kassa om de bureaustoel zeg maar daar neer te leggen. En een vrouw achter de kassa die kijkt mijn vlogs. Dus ik vond het echt heel erg leuk. Echt heel cute. Dat wil ik even wel even zeggen. Het is echt altijd super leuk. De laatste tijd echt dat best wel veel mensen naar me toe komen. Dus ik vind het altijd echt heel erg leuk om iedereen te ontmoeten. Wauw. Kut. Wat een mooie blazer. Ik zag dat er echt super veel mannenblazers waren. Dus misschien gaat het dit keer wel lukken om een goede blazer te vinden. Too big. Ik denk dat ik mijn oversized blazer heb gevonden. Die niet huge is bij de schouders. Hij is alleen een heel klein beetje lang bij de mouwen. Hij is echt super mooi. Lijkt wel naakt zo. Tada! Tada! I love it. Het is me eindelijk gelukt, mensen. Oh my god. I love it. Deze gaat mee. 6 euro. Echt niet duur voor een blazer. Dus. Ik ben mijn mama kwijt. Hier is kinderkleding. Oh wauw, hier heb je nog meer vrouwenkleding. Oh wow. Tijdje al zit helemaal in. Ik vind het nog steeds wel heel erg mooi. Dat vind ik ook wel cool. Ga je nog even snel een overview geven? Look. Ik vond trouwens net dit super cute jurkje. Nu heb ik echt geen idee of dit mee staat, want ik draag bijna nooit bloemen. Maar ik dacht, het is toch wel misschien proberen waard. We gaan even passen. Het licht is niet top. Maar ik had deze. En dit is echt een beetje zo'n, kijk. Ik vond het mouwtje heel leuk. Het is gewoon een blouseje, maar hij is best wel groot. Maar ik dacht, als je hem gewoon kropt, dan is het echt super leuk. Ik wil altijd al iets kroppen een keer. Dus ik ga het toch even passen. Het is echt een beetje zo'n oma blouseje. €3,95. En dan heb ik dit jurkje. Vet cute. Voor €4,75. En dan heb ik nog dit blouseje. Dat is ook misschien nog wel een beetje groot is hoor. Maar dit is van die wijde mouwen. Die is 3,85. Het is best wel warm. Dus even mijn haar vast. De fit is echt heel mooi. Hij is een beetje shiny. Dit is dus de blouse. En ik dacht dus al dat hij een beetje zo zou vallen. Echt wel heel erg mooi dat hij zo bij de mouw is. En hier is hij ook echt super mooi. Lekker vintage. Nee, dit is niet helemaal de vibe. Nee. Het is niet heel flatteus. Maar wel een cute jurkje. Ik dacht dat het leuk kon zijn, maar dit is toch echt een failure. Maar kijk, door die mouwtjes toch. Vet cute. Verschrikkelijk. Wat is het nou eens? Jongens, daar gaan we. Ik ga jullie thuis laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik ben inmiddels weer thuis en ik wil eventjes mijn
items laten zien. Sowieso deze prachtige stoel. Ik ben er echt super blij mee. En ik dacht, ik ga hem gelijk eventjes daar neerzetten. Ik moet hem natuurlijk nog eerst helemaal schoonmaken. Want hier zit nog dat prijskaartje. En kijk, hij is echt vet, vet stoffig. Eeuw. Ik heb nu dit staan. Ik ga dit nog even, zeg maar, uitgebreid doen in de verhuisvlog. Ik vind hem wel echt super mooi. Alleen ik denk wel dat ik deze... De kleur, zeg maar, ga ik hier ook dan zwart maken. Want dat zou toch wel veel beter staan. Dus dit wordt nog vervolgd in de verhuisvlog. Oké, en dan natuurlijk nog in dit tasje. Even kijken. Super mooie glaasjes. En er waren dus maar 3. Maar ik vond ze wel echt super mooi. En ze passen heel fijn in de hand. Dus deze vond ik echt vet nice. En ze waren dus... Elk 50 cent. Dus was 1,50 euro. Dit is heel mooi. Oh ja, dit. Zo mooi. Het is gewoon, hey, dit is dezelfde kleur, of niet? Beetje dezelfde vibe. En ik wil dus hier mijn sieraden gaan doen. In de badkamer. Dus die komen hierin. Past echt perfect. Wacht, kijk. Echt zo. Dan zie je dat mooie... Gouden sieraden, zeg maar. En deze was 1,50 euro. Deze rattenplant was wel een stuk duurder dan de andere rattenplants. We gaan door, we gaan door. Natuurlijk mijn glazen. En ik heb hier 2 van gekocht. Ik vond deze echt prachtig. Ze waren dus 1,50 per stuk. Ja, ik kon het gewoon niet laten. Ik heb het echt niet per se nodig, maar ik kon het gewoon niet laten. Ze waren zo mooi. Weet je, heb je gewoon keus in het leven. Nou goed, uiteindelijk heb ik dus nog de blazer gekocht. Waar ik ook echt super blij mee ben. Daar ben ik echt super blij mee. Ja, deze was 6 euro. En ik heb nog het blouseje gekocht uiteindelijk. En die was, dat weet ik niet meer. Maar dat heb ik sowieso wel gezegd in de video. Dus ja, dit was het. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En als je het leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je meer video's van mij wil zien. Ik upload trouwens op woensdag om 8 uur 's ochtends. En op zondag om 9 uur 's ochtends. Dus als je veel video's wil zien, dan moet je zeker even kijken en abonneren. Ik vond de kringloop trouwens heel erg leuk. Ik vond wel dat het dus een beetje aan de dure kant was. Maar wel echt super leuk. En ze hadden heel veel keus. En... Dat vind ik altijd bij kringlopen heel erg leuk. Dat ze gewoon lekker veel kleding hebben. Lekker veel spullen. Echt heel divers. Dus vet chill. Ik zou er zeker weer heen gaan. Het linkje daarvan zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Doei.